De meningen in de Surinaamse samenleving zijn verdeeld als het aankomt op respectvol communiceren. Een veel voorkomende mening is dat wederzijds respect nogal te wensen overlaat. Onze redactie ging op onderzoek uit en sprak met deskundigen. Maar mevrouw Astrid, er staat een bord met achteruit parkeren. Is dat vreselijk slordig geparkeerd, weet u? Wat praat je zo met ouderen? Is dat respectvol? Respectvol praten kan bij ieder individu verschillen. Maar in de sociologie behoort respect tot een set van waarden die een individu of samenleving vasthoudt om het gedrag van mensen goed te begeleiden. En ook om af te spreken wat we wel en niet willen. Dus de waarden en normen binnen een samenleving. En respect is een ideaal, het is een waarde die eigenlijk centraal staat in heel veel culturen, maar ook in onze grondwet, handvest van de VN. Respect komt heel vaak naar voren. Maar de uitwerking van respect, zeker als je gaat kijken dus naar de concrete praktijk, en de praktijk met verschillende groepen, dan krijgt het een andere lading. Respect hebben voor elkaars mening, elkaar laten uitpraten. Je hoeft het niet eens te zijn met me. En dan praat ik echt over het gezin en over de familie. Je hoeft het niet eens te zijn met me. Maar je kan me wel laten in me denken. Net als Kirti Agu gelooft rolmodel Sintje McLeod dat respect iets is dat elk individu moet hebben voor zichzelf, anderen en eigenlijk alles dat lief. Om respect te hebben, moet je in de eerste plaats respect hebben voor jezelf. Dat is belangrijk. En vroeger werd dat je bijgebracht, hoor. Het heeft heel veel met de opvoeding te maken. Maar waarom zeg ik respect voor jezelf? Jij weet wie je bent. En je moet voor jezelf respect hebben. En dan ga je voor anderen ook respect kunnen hebben. Een vaak gehoorde uitspraak is: den jongwang fu no, no abiles peki. In a ting fu mi, mi moes ben proberi fu du den sandati. Voor Yabini is respect iets dat binnen de opvoeding wordt aangeleerd. Ouders die respectloze kinderen voortbrengen, moeten bij zichzelf te raden gaan, zegt de professor in interculturele studies. Het is ook belangrijk dat die ouderen en die mensen in posities, dat ze zich ook gedragen als respectabele mensen. Want als je dat niet hebt, als je dat niet uitstraalt, gaan mensen je ook op die manier behandelen. Het kan ook zijn de manier waarop de ouders zelf praten over mensen in functies of posities. Als je negatief over ze praat, dan gaan ze, oh, je kinderen nemen dat mee en ze gaan ook tegenover jou zo praten. McLeod zegt dat vroeger alle mensen respect hadden voor ouderen. En erkent dat dit fenomeen niet terug te zien is in de hedendaagse samenleving. De deskundigen geven aan dat er geen handleiding is voor respect. Maar om een gemeenschap ertoe te drijven respectvol te zijn, moet een land ook geleid worden door respectabelen. Zodat het volk daar goede voorbeelden aan heeft. Veel belangrijker is eigenlijk hoe respect op macroniveau, nationaal niveau, dat uiting komt. En dat kun je dus de politiek nemen. Maar ook een beetje dus, zeg maar de laag eronder. Organisatieniveau. Hoe gaan onze leidinggevenden om met elkaar? Wat is hun manier van respect geven, respect tonen, maar ook dingen die botsen met respect, dat ook corrigeren op een correcte manier. Professor Yabini en rolmodel McLeod zijn de mening toegedaan dat respect alleen gegeven kan worden als elk individu zelfrespect heeft. Maar aan de andere kant is respect ook een waarde. Iets van mijzelf. Ik ben iemand, respect is voor mij heel belangrijk. Dan laat ik mijn respect die ik toon niet afhangen van mensen. Ik ben iemand, ik heb het in me. Dus als de andere persoon zich niet zo gedraagt, dat zal mij niet weerhouden om ook mijn eigen waarde te verliezen.